moeten rijden. Na een maand of zo. Oh mijn god. Ik heb zo lang aan die motor gereden. Dag lieve kijkers. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Anne Biker Girl. Ik wilde even een act motorvlog doen. Hoe die act motorplotters dat doen. Beetje lullen in een helm krijgen. En ik wilde met jullie het hebben over mijn motor. De Suzuki SV650 Naked versie uit 2004. Nou, als jullie misschien een paar van mijn video's hebben gezien, hebben jullie gezien dat ik de laatste tijd op deze motor rijd. Daarvoor reed ik dus op een Honda CB600F Hornet uit 2003. Ik kon er echt mee lezen en schrijven en dan denk je, ja, waarom doe je hem weg? Ja, waarom doe ik hem eigenlijk weg? Waarom heb ik hem weggedaan? Ik mis hem. I miss you. Eigenlijk omdat ik al heel lang, echt al wel een paar jaar zeg dat ik een andere motor wilde. Of in ieder geval een ander karakter. Ik zocht gewoon eigenlijk meer de braaf feeling. Zoals een V-twin. Maar omdat ik nog niet zo goed kan kiezen, heb ik nooit durfde ik gewoon die stap niet te nemen. Ja, die motor, wat was het? 60.000 op de klok? Ik wist gewoon dat ding, ja, niet de originele kleur. Er zat niet heel veel weer waarde in. Ja, en toen kwam er in de groepsapp van de meiden. Appte iemand van, yo meiden, ik zoek een andere motor. En mijn oog is gevallen op een Hornet. Toen zei ik, ah joh, weet je wat je doet? Ga lekker op die van mij rijden. En toen vroeg ze wel van, yo, wat zou je ervoor willen? Nou, als ik een bedrag gezegd waarvan ik dacht dat die het wel waard zou zijn. En waarvan ik het zelf ook nog wel dacht van, nou, hier vind ik het een redelijke prijs. En dan is het meant to be, zeg maar. Nou, toen ging ze rijden, ja, dus is verkocht. En toen dacht ik, yo, ik moet echt een andere motor. Want ik heb geen motor meer. Maar wat voor motor? Nou, sowieso wist ik dat er een 2-cilinder moest komen. Sowieso wist ik dat het aantal cc en het vermogen mij echt geen flauw saus maakt. Als ik maar fun beleef op de motor. Toen kwam ik uit op een Transalp. En een vriend van ons, Tino, die heeft een hele vette Transrap. Om door een ringetje te halen. Om het zo te krijgen moest ik heel veel geld erin stoppen. Als ik eerlijk ben, ik heb niet geen geld. Toen stuurde een vriend van mij een appje van, yo, Anne, check deze bike. Gnomi kwam erop, ik heb geen idee. We kwamen op de Suzuki SV650 uit. Deze bike, serieus, had nog geen 4000 kilometer op de teller staan. Ik dacht, ja hoor. Motor uit 2004 met zo weinig kilometers. Hoe dan? Nou, weet je, laat ik Keiji maar meenemen. Hij werkt bij een BMW dealer als monteur. Die heeft wel enigszins verstand van motoren. En die man die kon ook aantonen dat hij het eerste eigenaar is. En toen keken we ook nog eens naar de banden. En de banden waren ook nog eens uit 2004. En die man deed ook nog eens een scherpe prijs. Dacht, weet je, ik doe het. En zie mij nu rijden op de SV650. En het geluid, jongen. Wat ik echt kut vind aan de motor, wat ik hopelijk in de winter ga laten doen, de remmen. Rams are slecht, very slecht. Vering, want vering is eigenlijk ook wel niet zo heel erg tenderend. That's about my new bike. Volgende week you get a new video van me met detailshots van de motor en walk around. Oh, dit is dus de Suzuki SV650. Eén ding, één vraag aan jullie. Voor naam moet ik deze geven. En hebben jullie nog tips over alles wat met deze motor te maken heeft? Hij heeft het graag. Nou, dat was hem voor deze keer. Oké, bye. Tot bedankt.